De gemeente Beuningen verkeert financieel in zwaar weer, liet het college vorige week weten. Er is een onverwachts tekort van 3,5 miljoen euro en de gemeente moet flink gaan bezuinigen om rond te komen. Het CDA Beuningen maakt zich zorgen over de gevolgen voor de inwoners van de gemeente. De gemeente Beuningen waarschuwt voor een tekort van 3,5 miljoen euro over 2025 als niet flink wordt bezuinigd. Code rood noemt de gemeente het. Het grootste probleem zijn de hogere lonen van gemeenteambtenaren, waarvoor de gemeente niet gecompenseerd wordt. Daarnaast krijgt de gemeente, net als alle andere gemeenten in Nederland, vanaf 2026 minder geld uit het gemeentefonds van het Rijk. Ja, het wordt ook het ravijnjaar genoemd. Het jaar waarin we nog met veel minder middelen en veel meer taken te maken gaan krijgen. Dus ik denk dat Den Haag inderdaad daarover moet buigen om te kijken van hoe kunnen we de gemeente hierbij ondersteunen. Volgens het CDA Beuningen moet de landelijke overheid hier iets aan gaan doen. Beuningen is namelijk niet de enige gemeente die last heeft van de bezuinigingen. Volgens het CDA Beuningen is het niet sluiten van de begroting misschien wel het juiste signaal naar Den Haag. Ja, het zou een heel mooi signaal naar Den Haag zijn. Want we zijn natuurlijk niet de enige gemeente die het lastig de begroting rond kunnen krijgen. En ik denk dat het een heel goed signaal naar Den Haag zou zijn om te laten zien van we krijgen heel veel taken toebedeeld, maar niet de daarbij behorende financiële middelen. Dus dat zou betekenen dat wij daarmee een heel goed signaal zouden kunnen afgeven van het gaat gewoon niet lukken en Den Haag doe er iets mee. De gemeente kan aan 3 knoppen draaien om de financiën rond te krijgen. Ambities worden geparkeerd en er zullen keuzes in die ambities gemaakt moeten worden. Ook gaat de gemeente besparen op zaken die nu al lopen of deze zelfs uitstellen. En lokale belastingen gaan omhoog. We krijgen binnenkort een informatieavond. En tijdens die informatieavond krijgen we ook uitleg waar we eventueel op zouden kunnen gaan bezuinigen. En dat neem ik dan mee in de fractie en dan gaan we daar een standpunt over innemen. We willen wel, daar wil ik wel even benadrukken, dat we als we die bezuinigingen gaan doorvoeren, dat onze inwoners hier zo min mogelijk geraakt door gaan worden. En dan bedoel ik bijvoorbeeld het zwembad wat op het lijstje staat, wat ik weet dat ze door willen gaan schuiven. En dat is voor ons wel een heel groot aandachtspunt.